Yo, Vaco Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Game Dev Tycoon, hier op Vaco Games. En jongens, allereerst ontzettend bedankt voor meer dan 1500 likes die jullie op de vorige aflevering hebben achtergelaten. Pittig om te zien dat jullie deze game zo ontzettend tof vinden. En laten we met z'n allen afspreken, zolang jullie met z'n allen lekker blijven liken, kan ik natuurlijk lekker voor jullie deze game blijven spelen. Er is ondertussen nieuw industrienieuws. Er is namelijk een nieuwe gameconsole die er binnenkort aankomt. De Nintendo Tess. Oké, dat zou mooi zijn. Dan kunnen we daar misschien ook games van maken. En we moeten uiteraard sowieso wel een nieuwe game gaan aankopen. Want moet je kijken, 8k maandelijkse kosten. Ik heb 8000 euro per maand dat ik alleen maar kwijt ben aan dit huis huren. Een beetje een duur huis zou ik zeggen, voor 8000 euro. Ik zou veel beter kunnen krijgen voor de helft van het geld. Dankjewel. Aan jou. Van Patrick en Daniel Kluk van Greenheart Games. Hallo jij, wij zijn de makers van Game Dev Tycoon en we bedanken je voor het kopen van de game en ons supporten. Oké, nou graag gedaan Patrick en Daniel. Game Dev Tycoon is ons eerste game. Ik denk dat er een beetje een automatische vertaling in zit. Is ons eerste game en dat betekent heel veel voor ons dat je het leuk vindt. Met je aankoop zou je ons beginnen bedrijf en hopelijk zullen we ervoor zorgen dat we meer games kunnen maken in de toekomst. Je bent geweldig, heel erg bedankt en veel plezier met Game Dev Tycoon. Nou, dankjewel, I guess. Nou, leuk. We krijgen een persoonlijk berichtje van de makers. Ik vertel hem maar mooi. Even kijken. Hoe gaan we ook weer een nieuwe game maken? Dan kunnen we dat ook weer doen? Ja, hier. Ontwikkel een nieuwe game. We kunnen namelijk een nieuw thema maken. En als het goed is, is dat iets met superhelden. Dus we moeten in een naam hebben iets met superhelden erin. Ik weet er een. Super Droll to the Rescue. Zo schrijven we dat niet, Vaco. Rescue. Zo schrijven we dit wel. Toch? Is het met een C of een Q? Ik weet het niet. Volgens mij schrijf ik het zo. Kies een thema. Oké, we gaan hem over superhelden maken. Want het gaat over superdrollen. Kies het genre. Laten we een... Wat hadden we de vorige keer gedaan? Ik weet het eigenlijk niet. Laten we een RPG doen. Een role-playing game. Dan moet je spelen alsof je een drol bent en dat je dan andere mensen moet redden. Kies het platform. Ik had de vorige keer... Heb ik op de G64 gemaakt. Dat marktaandeel is wel gestegen... Het is wel duurder, maar ik hoop dat het dan beter wordt. Laten we dit doen. Want er zitten meer mensen die een G64 hebben, dus meer mensen aan wie we ons spel kunnen verkopen. En meer verkopen is meer geld. Meer geld is blij. Het is een beetje zoals ik, met likes. Meer likes is beter. We gaan een 2D graphics gaan we natuurlijk maken. Hoppakee. Super Droll to the Rescue. Kijken wat er gaat gebeuren. Oké, dan moeten we gaan kijken wat we gaan doen. Het hoeft niet zo heel veel gameplay te hebben. Dat vond ik... Alhoewel, gameplay op de helft... De quests, die moeten natuurlijk episch zijn, want Super Droll die moet natuurlijk wel wat te doen hebben. En de engine mag daar wat minder. Zo, hoppakee. Kijk wat dit doet. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben, goed is of niet. We komen er vanzelf achter. De verhaallijnen en de quests zijn we aan het ontwikkelen. En de onderzoekspunten krijgen we er ook bij. Dat is nice. Ontwikkelingsfase 2. We moeten veel dialoog hebben natuurlijk, want het is een roleplaying game, een RPG. Dus er moet veel in gepraat worden. Er hoeft niet heel veel gedaan te worden aan de levels. En de artificial intelligence. Ja, bij RPG's is die meestal niet zo heel hoog, toch? Artificial, dat zijn namelijk allemaal mensen die dat doen. Zo, het zijn allemaal mensen die het spelletje spelen. Dus de kunstmatige intelligentie hoeft niet zo hoog te zijn. Zou ik dan zeggen, als ik gewoon een game developer was. En eigenlijk ben ik dat ook wel een beetje in deze game, dus dat is pittig cool. Ik hou hiervan. Er zijn ondertussen wel twee bugs, dat is niet heel erg goed. Werelddesign, ja, dat is heel erg belangrijk. Grafische dingen, nou, boeit me niet zo goed. En geluid moet wel hoog zijn. Ja, dat vind ik wel, want het moet goed geluid hebben. Dat vind ik altijd heel belangrijk in een game. Geluid is belangrijker dan hoe het eruit ziet. Dus net als met YouTube-video's. Hoppakee. En ik ben sowieso geen gozer die zegt van... Ja, het moet goede graphics hebben. Deze game heeft ook geen goede graphics. En jullie vinden hem super tof. Dus zo zie maar, graphics zijn een bijzaak. Is leuk als ze het hebben, maar het is niet per se heel erg noodzakelijk. Voltooien die game, AUB. Super Droll to Rescue is klaar. Bonus 1,5, nieuw thema en een nieuwe combinatie. Nice. De verhaallijn gaat goed, de dialogen gaat goed. Level design is ook nog hoog. Oké, keurig, dit gaat goed. Grafisch is niet zo heel belangrijk. Geluid vind ik altijd heel tof. Waarom krijg ik nou een keer deze? Waarom is die rood? Geen idee, we gaan het gewoon uitbrengen. Hoppakee. Kijk wat er gebeurt. Vandaag is het nieuwe gameplatform TES uitgebracht door Nintendo. Oké. De eerste recensies van ons net uitgebrachte game, Super Droll to the Rescue, zijn binnen. Wat zijn die reviews? Kom op, hoog getal, hoog cijfer. Een 4. Wat een kut critics. Ik heb beter gezien.
Ik heb helemaal niet beter gezien. Had beter gekund. We krijgen dus 7 nu. Mooi tegen de lijn. 5. Heeft zijn momenten. Nou, vooruit. Oké, I'll take it. Het zijn nog geen hele goede games, hoor. Als we hem er maar uithalen, dat vind ik belangrijk. Er wordt wel hoop verkocht. Dat is positief. Super Road to the Rescue is verkocht. Tweede week zal hij waarschijnlijk wat minder doen. Nou, we hebben in ieder geval €19.000. Dat is positief. Nou, terwijl dat aan het doen is, gaan we gewoon meteen een nieuwe game pakken. Dan gaan we nu... Wat voor thema moeten we eigenlijk hebben? Juristisch. Wat is dat nou weer voor woord? Juristisch. Gaat het dan over de rechter of zo? What the fuck? Weerwolven game. Ik wil wel een weerwolven game. Dat vind ik leuk. Een actie. Een actie weerwolven game. Op... Oeh, dat kan ik niet betalen. Ah, dat is vet te duur. De Nintendo TES. Of nee, de Nintendo TES. Aha, natuurlijk. Laten we ook eens een keer een game voor de PC uitbrengen. Kijk wat er gebeurt. Een weerwolven game. Weerwolvenpoep? Nee. Het moet niet allemaal over stront gaan hoor. Het moet geen stront game. Ik noem deze game gewoon scheidgame. Zo noem ik hem. Hoppakee. Laten we een keer een text-based game maken. Kijk wat er nou gebeurt. Misschien is dat wel heel veel beter. Ik weet het niet. En als je het niet probeert, weet je zeker dat het niet goed is. Oké, text-based. Weet je, we gaan gewoon alles gemiddeld doen. Kijk wat er dan gebeurt. Zo, alles een beetje in het midden. Zo, hoppakee. Maken we gewoon een hele steady game die iedereen kan spelen op de PC. Ik ben ook een PC-gamer, dus ik vind het wel leuk dat er ook een beetje games voor de PC uitgebracht worden. Dialoog in een text-game. Ik dacht het niet. Artificial intelligence. Hoppakee. Zo. Kijk wat er gebeurt. We hebben wel 35.000 door. Je verdient makkelijk geld in deze game. Dat is ook zo'n dingetje. Oké, dit ook allemaal weer in het midden. Zo, hoppakee. Bam, bam, bam. Go. Dat is natuurlijk ook mooi dat deze game een stuk goedkoper is. Hè? Want ja, tekst is veel goedkoper dan grafische dingen. Dat is altijd zo. €40.000 voltooi die game. En kijk wat er nou gebeurt. Nieuw record. Hey, technologie. Technologie van de tekstgame. Oké. We hebben de teksttechnologie ontwikkeld. We hebben Word ontdekt. Ik vind het mooi. Bijna level 2. Maar ja, hier level 2. Hoppatee. Game uitbrengen. Prestatie ontgrendeld. Goed oordeel. Maak een game met een goede thema en nog iets. Wat ik niet kon zien. We hebben een achievement. Hey, punten. Jongens, knallen jullie eens even een like voor een achievement. Super Droll to the Rescue is nu van de markt af. Er zijn 14.043 exemplaren verkocht, waarmee het €98.315 aan omzet opleverde. Keiharde euro knaken, daar houden we van. De eerste recensies van onze net uitgebrachte game, de Scheidgame, zijn binnen. Oké, wat vinden ze van Scheidgame? Actiegames doen het goed op PC. Nou, ik zie het met een 3. Een 2, volkomen inspiratieloos. Nou zeg, niet erg leuk. Kom, geef een 1. Een 3, teleurstellend. Wat een teleurstellende kutgame. Dat is niks, dat moeten we dus niet meer doen. Hebben we überhaupt nog wat geld over? Game 4. Poep op de stoep. Waarom maak ik allemaal scheidgames? Poep op de stoep. Laten we dan een... ruimte actiegame op de PC. Dat zeiden ze toch? Of moest het net een avonturengame zijn? Wat voor een avonturengame doen op de PC? Met 2D graphics, dat is dan beter. Blijkbaar vinden mensen tekstgames niet leuk. Oké, ruimteavontuur. Dan moeten we veel op de engine, iets minder op de gameplay en best wel wat op de verhaallijn. Waarom kan ik niet gewoon alles helemaal naar boven zetten? Zo, oké. Zo dan. Hallo daar, ik heb net scheidgame uitgespeeld en ik denk dat je potentieel hebt. Ik zit in een contractenhandel en we zouden jouw vaardigheden goed kunnen gebruiken. Hey, als je ooit verlegen zit om een patiënten, laat het me even weten en ik kijk wat voor werk we voor je hebben. Contracten zijn nu beschikbaar. Oké, contracten. Min 2 fans heeft die game. Scheidgame heeft wel in de tweede week meer games verkocht dan in de eerste week, dat is best wel knap. Terwijl je rapportages over games genereert, begin je dingen in te zien over het ontwikkelproces en leer je wat wel en wat niet werkt. Ik heb dat inzicht niet hoor, absoluut niet. De hints komen voor in een reeks van ++++ tot min-min en laten zien hoe belangrijk dit gebied is voor deze type game. Wanneer hints een vraagteken op het einde hebben, betekent dat je inzichten hebt van een game in hetzelfde genre, maar niet... ingewikkeld man. Oké, dus dialogen zijn heel belangrijk. Oké, level design iets minder, doen we gewoon zo. Dat waren 3 plusjes. Dat is toch belangrijk of niet? 3 plusjes zijn goed.
poep op de stoep. Hoe komt er überhaupt een stoep in de ruimte terecht? Beetje apart. Werelddesign, ja, daar moeten veel sterren. Grafisch, oké, laten we gewoon eens kijken of er gebeurt als ik de graphics omhoog gooi. Geluid ietsje minder. Er is toch geen geluid in de ruimte, dus wat maakt het uit? Dat is wel een positief iets. Als je in de ruimte op een drol gaat staan, hoor je in ieder geval iets op... Zo'n splashgeluid. Voltooien. Kijk wat er gebeurt. Ik hoop dat dit een goede game is, want ik kan best wel wat geld gebruiken. Poep op de stoep is klaar. Nieuw thema, nieuwe combinatie, anderhalve boost. Level 2 engine, level 2 gameplay, level 2... Ah, dus level omhoog. Boven die ene waarschijnlijk. Oeh, close. Hey, player level 2, game uitbrengen. Nou, we hebben in ieder geval een hoop dingen erbij. Dat is goed. Kijk wat er nu gebeurt. De eerste recensies van onze net uitgebrachte game Poep op de Stoep zijn binnen. Cool. Hoogcijfer. Een 4. Waarom krijg ik alleen van dat soort kutcijfers? Ik doe zo mijn best op goede games. Zonde van het geld. Avontuurgames doen het goed op PC. Nou, ik zie het. Een 4. Ik heb nog een 5. Tja. Als dat alles is wat ze erover te melden hebben. Ik ging zo goed. Schijntgame wordt er niet al van hoop verkocht. Dat is positief. Hoppakee. We hebben 50.000 euro. Als we zo doorgaan... 6.000 exemplaren verkocht. Dat is niet heel veel. Als we zo doorgaan, dan kunnen we de volgende keer... Games op de les. Hoe heet dat ding? De les kunnen we dan uitbrengen. Of de VES. Of de TES. Ah, close. De onlangs uitgebrachte speelcomputer TES van de fabrikant Nintendo is een waar kassucces gebleken. De verkopen overstijgen de verwachtingen veruit. Zoals een klant het omschreef, ik vind de games op de TES geweldig en het spelen met een gamepad is zoveel leuker dan met een toetsenbord. Oké, dus dan moeten we de volgende keer games proberen uit te brengen voor de TES. Of de VES, weet je dat ding nou? Ik weet het ondertussen al niet meer. Als jullie, natuurlijk met z'n allen, lekker deze game blijven liken, lekker deze video blijven liken, dan kunnen we met z'n allen de volgende keer gewoon weer vrolijk verder. Laten we inzetten om opnieuw 1500 likes. Laten we dat zo doen. Als jullie met z'n allen 1500 likes achterlaten, reken gewoon een nieuwe video voor jullie opnemen. Laten we dat zo afspreken. Volgende keer gaan we dus proberen om die game voor de test te krijgen. En ik hoop uiteraard dat jullie er de volgende keer ook weer bij zijn. Bij de volgende aflevering van Game Dev Tycoon. Hier op Vaku Games. Want wij hebben succes. Hoop ik ooit eens een keertje. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En jongens, tot de volgende keer. Mazzel!